En een 3, en, en een 2 en 1, welkom bij brieven maandag, jongens. Uh, doek -o -doek -o -doek -o. Uh. Leuk dat jullie er zijn. Ik weet niet naar welke camera ik moet kijken, maak ook verder niet zoveel uit. Jij moet naar deze camera. Kijken. Maar de week is weer begonnen. We zijn weer afgetropt. En ik heb er zin in, kan ik je vertellen. Ja? Ja, man. Heb je er zin in? Ja, hoe kan we? nou? Ja, gewoon zin. Nah. Ik heb zin, energie. Heb je ja. zin om te gamen? Nee. Wat is, jouw, wat is jouw game op dit moment? Op dit moment. Oeh. Ik, ik ben op dit moment echt heel erg van game naar game aan het hoppen. Maar ik heb dit weekend. Uh, ben ik weer verder gaan in Ghost of Tsushima ook. En mm. die moet ik echt nog steeds gaan uitspelen. En die is echt. Oh, Oeh. Ja, dat is denk ik de Oef. game waar ik op dit moment het meest in verwikkeld ben. Maar ik speel ook Jedi van Norden veel En ik heb Sekiro gespeeld. En de, dat was ook wel Ik zag je een beetje spelen. Ik vond dat je een beetje laat begon. Ik had gehoopt dat je daar wel een goede vijf uur mee bezig zou zijn. Ik had het ook gedacht, alleen um, het liep gewoon uit. En kennelijk, zonder dat ik het door had, hebben we op een gegeven moment vijf en een half uur Among Us gespeeld. <laughs> <laughs> dat had ik niet eens door. Ach ja, ieder ding. En er was wel lachen. Oh man, dat was cool. Het was, het was heel erg cool. Dus, uh... Vet. En uh, dat, wat was jouw weekend dan? Alleen de stream. Verder gewoon uitge. Ja, gisteren Ajax gekeken. En, en, ik, en ik kan echt Total Africa even niet meer, uh, niet meer horen. D nee. dat, dat trek ik niet meer, man. Deering de nee. Jantje. En Ajax, uh, Feyenoord was behoorlijk teleurstellend, toch? Ja. Sowieso voor het neutrale publiek. En ook voor ajax Fucking slordig, man. En ook voor Feyenoord Fucking slordig. Nee, maar ik bedoel, voor ajax was het teleurstellend... omdat Ajax echt bagger speelde. Ja. Voor, voor, voor Feyenoord was het, was het teleurstellend... omdat Feyenoord gewoon echt meer had verdiend. Mm -hmm. En voor de neutrale kijkers, die hebben een kutpot gezien. Dus het was voor iedereen shit. Ja, ja eigenlijk wel. neem niet weg dat ik blij ben met drie punten. Zeker, <laughs> maar, maar dan nog. En uh, gelijk al mensen ook op Museumplein die het aan het vieren waren, zag ik. Voor ja, die, ja, die hadden ook... Uh, die hadden met, met duizenden, in de mainstream media werd gezegd vele honderden, maar het waren er minstens 2000. Nou, het waren er wel veel. Ja, okay. Het, waren er, het veel. waren er echt geen honderden, het waren er wel echt duizenden. Ja, 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 ja. <laughs> ja ik, 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 ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Wat heb jij gedaan? Ik heb, um, ja, ik heb, een, uh, ik heb een game gespeeld voor een review. Een game genaamd uh, Hitman 3. Heb je net een review opgenomen, ja? Nee, ik heb net een review opgenomen. En er komt ook nog een, een andere review van Hitman 3. Het zijn er twee dit keer weer. Premium en een normale. Dus Oeh. dat is wel... En uh, ja, ik ben... Het ding is, ik ben, uh, ik ben de laatste tijd weer een beetje met Planet Zoo bezig. En ik ben bezig met een, een gamey park. Een park met, met verblijven en dingen gebaseerd op... Andere games. Ja, want banjo Ik die heb ben had een stuk uit Banjo-Kazooie nagemaakt. En ik ben nu bezig dames en heren met Strawberry uit Red Dead Redemption 2. Het mooiste dorp in een game ooit. Je bent echt het dorp aan het nabouwen. Ja, 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 vet. En het, ik, het, ik ga. Is het weer een planetsooier ding? Ja, eigenlijk wel. Maar ik dacht fuck het. Ik vind het leuker om Planet Zoo te doen. Maar um, ja, die shit wordt episch. Fucking episch! Doe je dat? Jesus Christ! Sorry, sorry. sorry. Ik zit te kijken. Voor mij is jezus. Deze is voor mij. Die ondersteven. Zo hard. Jezus. Maar doe je dat op stream? Het spijt me. Ik doe dat 50-50 op stream. Ben je maar echt doe je alles dat. op stream? Deed? Ja, nee. Ik doe een beetje uh, half om half. Uh. Oké. Okay. Dus uh, ja, nee. Maar dan ben ik uh, flink mee bezig en dan doe ik op de achtergrond even uh, Ennio Morricone aan. Nee, ben ik ben niet mee eens. Niet road uh, over strawberry. 100%. Strawberry. 100%. Rood is wel vet, maar strawberry is gewoon de precies wat ik vet vind. Maar de. de, 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 de de, de, de synergie tussen natuur en, en bouwsel. Het is echt... Uh, ja, nee, het zag er ook dik uit. Hoe lang, met, uh, ben, hoe lang ben je bezig geweest met dat Benjo kazooie resort Ik denk een uurtje of zestien. Uh, <laughs> echt? Ja. jesus fucking Christus. <laughs> kun je dat niet gewoon in het echt gaan doen? Dan krijg je er echt dik voor betaald ook. Nee, nee. Nee man, fuck it. Ik, het Het is juist leuk dat je er niet voor betaald krijgt. Want dan kun je terugkijken en zeggen van... Holy shit, wat heb ik hier met mijn tijd gedaan? Ja, dat is dat lachen, lachen man, dat is lachen. Ja, dat is leuk dat je er niet voor betaald kreeg ja. dan. <laughs> nee, fuck het Fuck it, fuck it, fuck it, fuck Het is gewoon lachen. Dus uh, lieve mensen, kijk Twitch.tv, slash gekke daan. Eens in de half jaar ben ik online. Let's go. Blue Letter Monday, hoe is Blue Letter? It's is het blue, blue Monday? Blue Monday. Is het nu Blue is Monday? Blauw ik, ik, ik ben nog nooit zo blij en positief geweest. Voor mij is het geen Blue Monday. Voor mij ook niet. Echt totaal niet zelfs. Op een kleine, uh, uh, een, een kleine hobbel na vandaag. Ik uh, vergat de, de footage van Hitman mee te nemen. Het ah. was met de auto. Overkomt de beste. Het is 20 minuten rijden, dus ik moest 20 minuten heen. 20 minuten terug. Oh, je bent teruggegaan ook? Heen. Ja. Oeh. Nou, dat nou, ja. nou, kan gebeuren. Commitment. Commitment. Ja. Zeker. All right, Koos. Is het dan nu Thijs? Thijs. Oh my god. Het is wel blauwe maandag voor mij. Is het nu Thijs voor de, voor de brieven? Het is Thijs. Ja, inderdaad. Hey, trouwens, ik heb, ik heb vorige week nog één iets gedaan. Dat vond ik echt heel tof. En als meer mensen mee willen doen, vind ik echt super gezellig. Vorige week hebben we in Most Tavern, IXFC20 gekeken. Was fucking lachen. Mm -hmm. Deze woensdag doe ik dat weer. Tegen AZ voor de beker. En dan zet je gewoon het geluid. Aan, of je kijkt allemaal tegelijk en je hebt niet het beeld ik, aan. Ik, uh, nou, we zitten gewoon in de kroeg. Want ja. daar zitten biertjes te drinken. Ja, en gezellig ja. de wedstrijd te bespreken, natuurlijk. Ook in de voice chat. Dus je kan gewoon de voice chat joinen. En, een, ik, heb mijn, en ik heb op mijn computer heb ik gewoon. Uh, nee, maar ik heb op mijn computer heb ik gewoon de stream aanstaan van Ziggo. Ja, ja. Maar die, die wordt automatisch geblokkeerd door OBS of zo. Dus ja, dat ja. is zwart. En de audio kan ik gewoon zeggen, alleen over monitor. Ja, precies. En dus dat is ook niet in de stream. Nee, nee, maar precies dat. Dus de, de, de stream ziet niet, of hoort niet de wedstrijd. Nee. Gewoon, ja, maar ik miste. In de kroeg, Ajax kijken met mijn vrienden. En nu heb ik het een soort van terug. Voor al die andere Ajax-kijkers. Ja. 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 Of AZ. Het is, het is altijd kut tegen AZ. Voor al die andere, andere voetballiefhebbers in de chat, wat wel getal twintig zijn. Denk je? Ja. Nee, er zijn toch wel meer. Ja, jullie hebben het over voetbal What the fuck, Wat de man! Jullie hebben het over games hebben. Fijn, dat komt kom zeker kijken. Uh, zeker weten kijken. Hartslagmeter erbij, inderdaad. Ik <laughs> <laughs> nee, moet die shit weer opnieuw installeren. Godverdomme, helaas. Ah ja, het is wat het is. Even kijken, wij hebben vandaag uh, toch uh, zeker weer uh, vier volle kantjes. kooseman's. Uh, dus laat mij beginnen met de eerste brief. Terwijl het hier een kip begint te ruiken. Ja, iemand had net iets in de, in de microwave gekocht. Vind ik lekker. Niet de microwave, maar wel de kip. Oké, okay, daar gaan we. Van Benj, oftewel Benji. Hi Game Kings. Sinds de PlayStation 5 en de eindejaarsinterviews ben ik weer aardig hoekt aan de GameKings website. Still going strong, baasgebaas. Nee, jij, baasgebaas. Zijn jullie bekend met de term coilwine? Jij. Uh, sinds dag 1 heb ik hier last van met mijn PlayStation 5. Je hoort constant een soort fluittoon uit de fan komen. Maar dat is geen coilwine. Nee, maar laat me daar straks op terugkomen. Okay. Uh, en ben het ook steeds meer zat aan het raken? Wat is jullie advies en ervaring bij dit soort defecten? Mankementen? Detail in mijn geval: de winkel waar ik hem heb gekocht is nu gesloten wegens lockdown. Uh, ah. Dat is volgens mij omdat je fan aanloopt tegen de. Nou, nah, nee, dat, dat is niet per se... Uh, er was iets wat volgens mij ergens tegenaan liep. Nee, dat was er ook. Maar dan hoor je hem echt tikken. Dat okay. was een stikkertje waar de fan dan tegenaan uh, oh, ja, ja, ja. klapperde. Dan hoorde je hem echt tikken. Uh, maar sommige fans... Die maken gewoon een, een, een fluittoon. Dat, dat komt gewoon door de dynamiek. Uh, of uh, ja, weet ik veel hoe, wat de technische uitleg daarvan is. Maar gewoon in de behuizing. Ja. Zorgt dat gewoon voor een bepaalde stroming van de lucht. Ja. Waardoor je een, een, een soort van fluittoon te horen krijgt. En het ding daarmee is. Er is al naar buiten gekomen. Sony heeft verschillende fans gebruikt. voor verschillende PlayStation 5's. En, um, de beste voor de media. Ik wil niks. Nou, nou, ik wil niet de vingertje gaan wijzen. Maar ik, ik, er kwam een bericht naar buiten. Sony heeft de duurste fan die ze hebben. Die hebben ze in de review units gestopt en naar media uh, toegestuurd. Dus toen wij de, de PlayStation 5 gingen reviewen. Mm -hmm. Jij hebt hem thuis uh, gehad. Ja. Ik heb hem thuis gehad. Niet te horen, toch? Ja. Echt, echt niet te horen. Nee, gewoon niet. helemaal niet. Echt nee. niet. Ah, je, je... Nee, maar uh, je snapt wat ik bedoel. Ja. Maar ja. gewoon echt zo goed als niet. Ja. Net zoals de Xbox Series X. Precies. En. Um, toen kreeg ik mijn retail Playstation 5. Ik heb diezelfde fluittoon die hij heeft. Ja. Maar dat is niet een defect. Dus je kan er niet mee teruggaan. Want het is gewoon de luchtstroom. die er dat, is de luchtstroom. Ja. Dat, dat, dat is gewoon uh, de luchtstroom. Dat is hoe dat tot stand komt. Yes. Het is geen defect. En het is bij lange na niet het geluid wat de Playstation 4 Pro maakte. Dus het uh -huh. is al veel beter. En maar... dan, moeten we, dan moeten we er altijd bij zeggen in ons geval. Hè? Want er zijn ook heel veel mensen met een hele stille Playstation 4 Pro. Ja, dat staat er niet. Maar dat hoor ik altijd. Ja, ja, en alsof dat informatie is waar je iets mee kunt dan ook. Nee, maar, <laughs> maar okay, ja, goed dat het voor jou wel goed is. Maar in ieder geval, die Flytone, die heb ik ook op mijn PlayStation 5. Mm -hmm. Heb ik niet hier op de redactie PlayStation 5. Ja. En uh, ja, dat is toch behoorlijk sketchy, uh, om, om heel eerlijk te zijn. En ja, hij maakt veel minder lawaai, maar ik vind het best wel afleidend. En zodra er een third-party fan op de markt komt. Die gewoon duur, duurder is. Die je kan switchen ervoor. Die je kan switchen daarvoor. Dan koop ik die. Ja. Want dit is niet een, een, een garantieding. Dit, dit ja, dit is gewoon acceptabel. Bad design. Nee, maar het is acceptabel. Uh, het is een acceptabele geluidsproductie die ja. eruit komt. Ja, Want het ja, is echt bij lange na niet wat je PlayStation 4 of je PlayStation 4 Pro uh, nee, van geluid die, maakt. Ja, besteed, daar weer geen last van. Nou ja, nee, Maar er dus zijn dus verschillende uh, fans voor verschillende PlayStation uh, uh, ik zag Ik zou ook al mensen zeggen: het kan ook zijn dat het iets met een lager is. En. En en inderdaad, uh, kijk, uh, ik denk ook dat heel veel mensen zullen zeggen, ja ik heb geen last van omdat ze niet weten waar ze naar moeten luisteren. Want mm -hmm. ze denken gewoon: hey, het klinkt gewoon als een apparaat die aanstaat. Ja, ja dat klopt. Maar en je, als je ze, weet als het niet e of zijn geluiden geluid hetzelfde als jouw. Ik, ik, ik wil het zeggen, maar als ik echt onze redactie-Playstation PlayStation 5 na zet, dan hoor je echt een duidelijk verschil. Ja, en Coilwine is meer alsof je, alsof je iemand onder stroom hoort staan. Ja. Die shit. Dat is Coilwine inderdaad. Ja. Ja. En, en ik, het rare is, ik had het dus met, met, die, met die videokaart van mij op begin hoorde ik inderdaad een beetje bijna weg nu ik hoor het echt maar, op... maar de, dat was toch ook helemaal uh, de... opgelost op de software ja ja precies dus ja ik, uh, dat, ik kijk dat is natuurlijk weer een heel andere kwestie maar ik ja wat je, wat je moet doen er is op dit moment als het zo is dat het door die luchtstroom komt weinig wat je kan doen als het iets anders is dan uh, ja ik denk dat je het even even moet slikken en wanneer, uh, wanneer het kan en je kan het laten checken. En, en, en laat me nog heel even verduidelijken. Want ook niet voor mensen die zeggen... ik heb er geen last van en, 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 dat ze het niet Snap Ik wil het te niet doen. Uh -huh. Als we mijn PlayStation 5 die ik nu heb... als eerste hadden binnengekregen en gereviewd... hadden we ook gezegd... Oh, het is echt veel stiller geworden. Dit is wat je wil. Bla bla bla. Ja. Maar dan had je wel gezegd: ik hoor wel een gefluitje. Nou, dat had ik misschien niet eens gezegd. Omdat okay. het gewoon veel beter het is. Het verschil zich... nu tussen die en die jij hebt. Ja, omdat het zo'n groot verschil is tussen de, de vorige generatie. Dan zeg je: oh, ja, daar hebben ze hele goede stappen gemaakt. Maar nu, nu heb ik vergelijkingsmateriaal. Ja, ja. En dan is het wel pijnlijk. Ja. Zeker met dat verhaal wat naar buiten is gekomen over die review units. Die allemaal die duurdere fan hebben gekregen. Ja, ja ik moet ook zeggen, in mijn geval. Uh, 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 dus ik probeer, ik probeer het even te linken aan die PlayStation 5. Maar ik weet niet hoe dichtbij je PlayStation 5 je bij je hoofd hebt staan. Die coil Wine hoorde ik omdat mijn pc letterlijk hier staat terwijl ik hier zit. Ja, Als ja. ik hem een halve meter verder zet dan hoor ik het al niet meer. Ik denk mijn vorige GPU, die uh, GTX 1080, die had het op het begin heel klein beetje, maar omdat ik niet eens wist wat hoe de coil wind klonk. Ja, precies, maar de, de, daarom weet je, voor hetzelfde geld heb jij een PlayStation 5 gewoon fucking halve meter van je vandaan staan, dan zou ik zoiets hebben van zet hem iets verder. Ja. Tuurlijk maakt het per PC geluid, maar al het gewoon het, het, het draaien van de fans hoor je gewoon. Ik wou zeggen, je hoort, gewoon een, je hoort gewoon een goede luchtstroom. Ik hoor gewoon een hele geile airflow hoor ik daarin. Ja. Helemaal als je voorkant een beetje mesh is en niet helemaal dicht, dan uh, dan is het. Meestal ook wel iets meer geluidopwekkend. En, en ja. laat me nog even één keer verduidelijken: dit is geen defect. Ik bedoel, daar ja, dat, 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 dat dat ga je vanuit: hè? dat gefluit dat dat geen defect is. Maar voor hetzelfde, geld heeft hij wel een defect. Nee, oké, okay, maar ik bedoel van als je een fluittoon hebt. Dus, het is een hele, hele zachte fluittoon. En ook ja. een hele lage fluittoon. Het is niet een hoge fluittoon. Dat, dat is geen defect. En dat is way acceptabel. Dus um, ja. ja, het is vervelend, maar het, ja, het, het is geen defect. Mm -hmm. Dan uh, nog een volgende vraag mm. over de PlayStation 5 en de updates die een aantal PlayStation 4 games bij launch kregen. <clears throat> Verwachten jullie dat er games zijn die nog een PlayStation 5 update gaan krijgen? Ik ben benieuwd of Death Stranding bijvoorbeeld nog mooier kan op de console. Welke last-gen games zou een upgrade verdienen volgens jullie? Death Stranding sowieso. Uh, Death Stranding sowieso, als je kijkt naar de, de PC-versie. Um, dan uh, hoop ik dat de PlayStation 5 en Xbox Series X daar een beetje in de buurt zullen komen. Ja, maar dat gaan sowieso... Uh, ik denk ook ik denk, eerlijk gezegd ook wel dat hij zo'n upgrade gaat krijgen. Mm, ik, de, ik denk dat de meesten zo'n zo Jedi Fallen Order update gaan krijgen. Dus de, ja. er is niet echt verandering in de code, geen nee, verandering nee, 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 in maar. assets, maar gewoon, uh, gewoon solid 60 fps. Ja. Dat moet zeker te doen zijn. Dat heeft Ghost of Tsushima bijvoorbeeld ook. Ja. Um, uh, Death Stranding zou ik heel graag willen. God of War. Red Dead. Red Dead, zeker weten. Dat zijn Death Stranding en Red Dead. En ja, natuurlijk Cyberpunk. Dat zijn de games waarbij het ook echt wil. Weet je, dat zijn de games. En Call of War trouwens ook. Dat zijn de games waarbij je het gaat zien. Dan ga je fucking huilen en shit als het er mooi uitziet. En, en we hadden het er ook over bij einde van de week live. Het, het is een goede marketingtool. Ja. Want als jij gewoon even, zeker in deze maand januari, en volgens mij is februari ook nog vrij rustig. is, ja. Als je even een next-gen patch eroverheen gooit. En zoals Jedi van Order wat echt bijna geen werk is. Want het, nogmaals, dezelfde code. Slidertjes. Ja, ja nog no, no, niet eens. Het is gewoon een lokken ja. alleen al. De, dat is het enige. En um, als je dat doet, kijk hoeveel media-aandacht je krijgt. Ja. Hoeveel mensen hebben het wel niet de afgelopen week over Jedi van de Noorden gehad? Zeker. Open YouTube, kijk hoeveel fucking video's er zijn. IGN zag ik, Digital Foundry. Dat zijn allemaal gigantische platformen die gewoon gratis nog een keer reclame maken voor je game. Ja. Ik weet zeker dat game-verkopen ook echt flink gestegen zijn. Nou ja, je krijgt gewoon weer een nieuwe opleving in de verkopen van die game. Plus de mensen die het al hebben, die gaan het of weer een beetje spelen... of ze gaan het erover hebben met de matties. Dus ja, het is zeker het zal een game geen winde leggen. Nee, daarom. Dus ik denk dat we dat nog veel meer gaan zien. Maar dat die vooral tactisch in worden gezet op het moment dat er geen andere titels zijn. Dus dat er weinig ander ruis is, zeg maar. Ja. Nou, thanks voor het beantwoorden van de vragen. Benji, bonjour, benj... De volgende is uh, met heel veel uh, lineaatjes. Zo. So, uh, wat is dit, oh, wacht, joh? Ik heb hem daar ook. Dank je. Mijn god. Tim, volgende keer, alsjeblieft. Elke zin is een alinea. Ja. Dat is echt niet normaal. <laughs> maar oké, okay. komt die. Yo, GameKings. In de aankomende weken verwacht ik een PlayStation 5. Aangezien mijn bestelling in december was geannuleerd bij Bol en ik nu voorrang heb, dat hebben ze dus gefixt. De launchtitels spreken mij niet echt aan. Maar gelukkig ben ik een aantal jaren geleden even gestopt met gamen. En heb ik nu een aantal titels die ik kan inhalen. Ik ken het gevoel, man. Ik speel heel veel games en ik heb nog steeds een gigantische backlog. Ik, dat uh, ik ga het waarschijnlijk hebben op het moment dat ik die PlayStation 5 aanschaf met de. Even kijken, uh, hoe heet het? Uh, Demon Souls. Tegen die tijd zal Les of Us 2. Misschien ook wel een patch hebben gehad. Ja. ja. Uh, Misschien ben ik niet eens op tijd voor Horizon en God of War. Ik Horizon moet je nu op PC spelen man. Ja als, maar komt die tegelijk? Nee, maar Horizon West? Zero Dawn heb ik het ook. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar de... dit is dit is in zijn geval. Hè? Maar ja. ik bedoel, uh, ja, oké. Okay. Maar goed, zijn PlayStation 5 komt er aan, hopelijk zo snel mogelijk. Ga verder. Ja, uh, dit zijn Horizon Zero Dawn, The Last of Us 2 en Death Stranding. Echter hebben deze spellen geen PlayStation 5 patch. Daarbij ook mijn vraag: is er een verschil als ik deze PlayStation 4 games op de PlayStation 5 speel? Um, laadtijden zullen over het algemeen iets beter zijn. Mm -hmm. uh, texture pop-in kan vaak uh, wat verholpen zijn, omdat uh, ja, input-output gewoon veel hoger is. Ja, ja dat, dat is het eigenlijk op dit moment. Meer heb je niet. En, en als ze dynamic resolution scaling hebben, maar dat, dat, dat hebben deze titels volgens mij niet. Um, dan kunnen ze de, m, vaak de maximale resolutie aantikken en als ze een uncapped framerate hebben, wat deze titels volgens mij ook niet hebben. Nee, volgens zouden... mij zijn ze allemaal locked op 30. Ja. Yeah. Dus ja, dan heb je er weinig verschil aan. Ik denk dat het enige verschil is, de 4K is, die ik nu niet aan kan met mijn base Playstation 4. Maar mijn tv kan het wel aan. Zou ja. ik op de Playstation 5 patches moeten verwachten voor de 60 fps, een kortere wachttijd in games? Of heb, of heb ik dit nu ook al met de Playstation 4 versie? Nou, met de, de laadtijden zijn alleen beter. Misschien een beetje domme vraag, maar ik heb hier nul verstand van. Domme vragen bestaan niet. Tevens is daarbij mijn vraag, uh, komen deze patches wel voor deze games? Weten we niet. En voor welke games zouden jullie wachten voor de Playstation 5 patch? En voor welke zouden? Jullie gewoon gelijk weer spelen, hebben eigenlijk net ook al beantwoord in de vorige brief van Benji. Ja. Ik denk dat het begint met Horizon, daarna de Les of Us 2 en daarna Death Stranding. Ik zie. Denk ik wel of er een PlayStation 5 patch komt? Het is niet noodzakelijk voor mij, maar zou wel een leuke toevoeging zijn. Ik ben benieuwd naar jullie persoonlijke mening hierover. Ik kijk er in ieder geval naar uit om deze games op een muistille PlayStation 5 te spelen. <laughs> ook daarvoor <laughs> lees de vorige brief. Ik wou dat zeggen, ook daarvoor hebben we de, de PlayStation of de vorige brief uh, antwoord uh, opgegeven. Dit is ook de voornaamste reden waarom ik heb gewacht op de PlayStation 5 en deze games nu niet meer speel op mijn PlayStation 4. Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn brief. Groetjes, Tim. Uh, ja. <laughs> ja, we hebben alles al beantwoord. Dus, uh. Eigenlijk wel. Uh, ja, nee, maar ik, 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 ik zie ook uh, ik zie Jappie zeggen van uh, Red Dead Redemption 2 zit je vaak echt lang te wachten op de last gen. Dus als je die op PlayStation 5 speelt en hij laadt iets sneller, laat wel... dan, is dat, dan is dat waarschijnlijk 30 seconden in plaats van 2 minuten. Nee, volgens mij wel echt een 40, 40 nog. toch? Of ja. 40, 50, ja, sowieso het... Ja, lekker man. Maar uh, ja. Ja. Nee, ja, de, 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 de eerste Horizon, dan The Last of Us 2, dan Death Stranding. Ja, ik hoop natuurlijk dat er, dat er wel een, een dingetje komt, maar er is niks over bekend. Ja, voor mij zou het heel slim zijn. Het lijkt me ook uh, heel logisch, of, om, om het voor Horizon Zero Dawn te doen. We ja. krijgen dit jaar de sequel. Er zullen ja. best wel wat mensen zijn die het origineel nog niet gespeeld hebben. Oh, dan natuurlijk, even... dan krijg je vlak voor die release, krijg je nog ja. even een maandje ervoor, krijg je die en dan ben je lekker een beetje, beetje lekker gemaakt. En dan, dan, kun je en dan, dan... ga je aan de rest beginnen, ja. ja. Oké, okay, in uh, Horizon uh, Forbidden West komt ergens eind dit jaar uit. Dus dan zeg ik, in augustus komt de next-gen-patch voor uh, Horizon Zero Dawn. Ja, een maand of twee. Yeah. Ja. Zoiets. Bij, de, uh, uh, bij uh, deze conferentie. Het wordt in ieder geval meegenomen in het marketingtraject. Ja. Ja, toch? Nee, ik zou wel uh, Skyrim op de PlayStation 5 willen spelen. <laughs> de nieuwe Skyrim. De nieuwe Skyrim! <laughs> zeg dat niet, mensen, alsjeblieft. Zeg nooit de nieuwe Skyrim. Dan lig je tanden eruit. De volgende vraag is van. Jubak. Oh, wacht. Dit is, dat is deze tekst inderdaad. Jubak. Jubak. Jubakka. Dat zou veel vetter zijn. Dat, dat was een hele vette naam geweest. Hallo, Game Kings. Alles goed? Goed weekend gehad? Nou ja. ja. Gehad? Gehad? ja ik heb een heel, heel goed weekend gehad. Ik ook. Het is weer thuis voor een volgende vraag. Mijn vraag voor jullie. Nu het. Met de hele coronatoestand, de lockdowns en waarschijnlijk binnenkort de avondklok ben ik op het moment veel series aan het kijken. Wat mij denk op... denk jij dat die avondklok gaat komen? Sorry. Het zou, het, het zou wel next level zijn. Hoe, hoe laat gaat die avondklok in dan? Want dan kan ik gewoon niet meer naar werk komen. Dat is wel een issue. 9 uur, denk ik. Ah, zei, ze hadden het over 8 uur? Als, als het 8 uur is, is het echt vroeg. Ja, Dan kan ik niet meer naar werk. Dan, dan, dan moet ik alles uh, voor Gamek vanuit huis doen. Oh. Dat komt, uh, dat komt uh, de, de content niet de goede, uh, damn, te goede. Daniel, Daniel, Nou ja, dan moet je gewoon om drie uur naar huis weer. Ja, dat zou kunnen. Maar ja, niet wenselijk. Want nee, he, Arnhem ligt ergens in Duitsland, dus dan ben je vijf uur onderweg. Ja, je moet eerst Angela Merkel ook toestemming vragen <laughs> natuurlijk. Dat ook nog eens. Um, nou ja, uh, wat mij opviel en ook nogal irriteert... is dat er veel series zijn met een open einde... of een cliffhanger hintend naar een volgend seizoen... Maar dat er vaak geen nieuwe seizoenen komen. En de serie dus ophoudt met een nogal stom einde. Ja, wacht. Ik, ik weet waar je het over gaat hebben. Zou het niet beter zijn als alle seizoenen eindigen met een gesloten einde? Dan kan er altijd nog een nieuw seizoen worden gemaakt. Maar mocht het niet het geval zijn, dan heb je tenminste geen serie zonder einde. Um, nou ja, even... Business wise is dat niet slim. Uh, nee, dat sowieso niet. Maar ja, aan de andere kant. Heel vaak weten series na één na seizoen of na een x aantal seizoenen niet of er een volgend seizoen gaat komen. Nee. Maar je wilt die optie wel open houden. Ja, tuurlijk. En als je het sluit, dan hou je dat gesprek niet gaande. Nee, en, en, en ook de vraag wordt dan gewoon over het algemeen wat minder. Ja. Wonder Wonder Vision. Vision. <laughs> heb je het gekeken? Ja, ja. Hoe vond je het? Ik vond het. Uh, um... ja, kijk, het ding is, ik heb niet zoveel met die sitcom-stijl per se. Uh, ik vond het echt bijzonder gewaagd. Je, je, moet, het, je, moet, het, je moet dat kunnen waarderen. Dat, dat zeg maar dat hele over de top, uh, ja, dat, dat die old acteren, zeg maar, wat, ze, wat ze wel goed neerzetten. Ze heeft, zij heeft het echt heel goed gedaan. Hè? Ja. Jezus, wat is dat een knappe vrouw. Trouwens. Ja, dat zeker. <laughs> ik, ik heb dus nooit geweten dat zij dus het jongere zusje van die, van die andere twee, van die, uh, van die twee uh, wandelende ja. takken is. Ja, van, uh, van Full House. Ja, zij van is de awesome dus zus van die uh, Awesome Twin. Ja. Lijf toch? Maar ik vind het echt... Ja, ik vind het prachtig verhaal. Ik heb het er ook vaak over met mijn vrienden. Ongelooflijk. Een soort van... Uh, je krijgt zo'n zo zo one-time pass. Als je met iemand mag zoenen. Ik mag geen seks hebben. Maar als, als jij die tegenkomt en diegene wil met je zoenen... Dan mag, ik, dan mag ik met haar zoenen. <laughs> Nou, ik had ook een dat is echt iets waar je wat mee kan. Want ja. de kans gaat zich zeker voordoen, natuurlijk. Hè? Uh, ik dacht, uh, bethesda feestje uh, E32024. Ik heb nog met Angry Joe daar getomd. Dus uh, dat uh, alles kan. Nee, uh, ik moet zeggen, het is een bijzonder onheimlich gevoel. Uh, nou, ja, ik die, vind, die, ik vind uh, het wel, want het ding is, ik heb dus. Uh, ik zat te kijken, met zwart-wit. Ik vind het stylistisch gezien, vind ik het wel vet gedaan. En helemaal, wanneer er iets ineens in kleur is, vooral die eerste aflevering, één, één rood lampje. En dan denk ik van. Dat moet betekenis hebben. Misschien, ja, tuurlijk heeft het betekenis. Laten we niet te veel spoilen ook. Want, nee, uh, oké, okay, maar gewoon dat. En, uh, en uh, ja, je zal op een gegeven moment ook wel meer kleur gaan krijgen. Ja, ik, vind, ik vind het zo bijzonder gewaagd. Want kijk, Marvel is gewoon keiharde mainstream. Weet mm -hmm. je wel? De, dat, dat is gewoon de, de, de Cheeto Dust, uh, Mountain Dew, zuipende. Dat, ja. dat is je main publiek. Ja. En uh, daar hoor ik ook bij. Maar het uh, ding is: geen van die mensen verwacht dit. Nee. Als, je, als je zoiets hebt van, ik wil een nieuwe Marvel, uh, Marvel fucking tv-serie die continueert in de, in de MCU. Dit is niet een soort van, je krijgt krijg een mini-film in een half uur met heel veel actie en schieten en weet ik veel wat allemaal. Dit is niet wat je verwacht. Dus nee. ik vind het bijzonder gewaagd. En ik vind het goed uitgevoerd. En het heeft de kwaliteit van de films. Eindelijk. Het is niet meer die rare Netflix bullshit. Maar ik moet, ik moet wel zeggen, het is dat ze er twee afleveringen meteen uitbrachten. Want als ze er één hadden gedaan, dan had ik echt gezeten van, oké, okay, is dit het? Weet je, die, het is die tweede die uitlokt naar wat er nog komen gaat. Het was niet die eerste. Oké, okay, die eerste heel klein dingetje, weet je wel, maar ja, het is. Uh, ik, dit, 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 het, het, is het komt voor mij traag op gang, Sven, maar het gaat op gang komen. Sven, eens Walu maakt nog geen zomer. Ra rare Netflix bullshit, echt 90% van die Marvel uh, shit op Netflix was echt crap. Ja. Was echt crap. En Daredevil was oké, okay, maar als we dan kijken, dat benadert niet de kwaliteit productie-wise van de MCU films. Nee. Dat had dit wel. Nee. En Precies. natuurlijk, het is een uh, iets andere opzet, maar je ziet het meteen. Ik vond het crap. Ik vond, ik vond Luke Cage van crap. Ik vond Marvel Age weet, of Shield weet, van de crap. Die ene, die ene, dat ene vrouwtje waar ook een serie over was. Iron Fist, crap. Dude, fucking crap. Jessica Jones, Jones crap. <laughs> oh ja, my god. Ik heb dat ook expres allemaal helemaal niet gekeken. Ik vond, ja, ik, uh, ik vond het echt, echt crap. Maar oké, okay is, is crap. Naar mijn mening. Een voor de Stars, jongens. Uh, dan gaan we verder. Defenders crap. me jongen. Oh, oh, oh. Want de brief was nog niet afgelopen, koos. Nee. Klopt. Um, een andere, en dit ging over series met open eindes versus gesloten eindes. Een andere mogelijkheid zou zijn dat er een extra episode op te nemen, die dan door voortborduurt op de laatste aflevering en dat er dan een einde aan breidt. Maar ik snap niet dat dit niet, hand ik snap dat dit niet handig is. Gaat meer geld kosten en worden er misschien niet eens gebruikt als ze toch voor kiezen een volgend seizoen te maken, dat dan weer voortborduurt op het vorige. Wat vinden jullie hiervan? Hebben jullie wel eens een serie gezien die gecanceld was, uh, die een verhaal had wat nog helemaal niet was afgelopen? Zo ja, welke? Um, uh, um, um, volgens mij zeiden mensen al dingen. Uh, niet dat ik zo 1, 2, 3 op kan noemen. Uh, tegelijkertijd. weet je? De chat weet vast wel een, een hele vette serie die is gecanceld. Nee, Lost helemaal niet. Lost los is juist zo, zo ver doorborduurd dat dat sloeg nergens meer om. Mm -hmm. dat, dat had juist eerder afgelopen moeten zijn. Lost. Maar um... Ja, ik zit even te denken, want ik, ik, ik kan er niet zo gauw eentje noemen, maar Flodder. wat maar wat vinden wij ervan? <laughs> wat vinden wat zouden wat vinden wij van de, deze opzet van van Yubaka? Uh, dat er een extra aflevering komt. om een eventueel open einde af te sluiten. na een seizoen. Als nee. een losse aflevering. Nee, het werkt maar niet. Ik, nee, dat, dat, ik ben het ermee eens dat het niet werkt. Nou ja, weet je. Je wil graag een verhaal vertellen. Mm -hmm. En dat verhaal. dat gaat gewoon over meerdere seizoenen verteld moeten worden. Ja. Omdat dat heeft gewoon tijd nodig. als je goed verhaal. Doet. en dan moet je als filmmaker gewoon een risico nemen. Ja. Met in gedachten, uh, neem het daarin, van... Mijn shit is hard genoeg, dat er wel een tweede seizoen komt. En zo niet, ja, dan was je shit niet hard genoeg. Ja, ja dat kan toch? Nee, zeker. Uh, nee, ik, ik vind dat niet zo heel erg uh, gek. ja Walking Dead uh, op werd op een gegeven moment ook, ook een beetje een, ja. een, 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 een joke. Ja, ja. Nee, uh, nee, het is een, uh, een, een leuk idee, maar we zijn het er niet mee eens. Dat nee. is het enige wat ik kan zeggen. Maar ik snap je wel hoor. Want uh, ja, het maar, kan dus, frustrerend maar, maar, zijn. Maar, maar, maar dat, dat is hoe je uh, je hoeken, weet je, dat zie je ook. Uh, Jij bent nu ook van de fansfeer. Heb je eerst uh, bijvoorbeeld uh, expansion half? Al, althans, de base game ik al heb? Af? Volgens mij de base game nu. Want de, het einde van elke base game of expansion is alweer een inleiding voor het nieuwe. Ja. Zeg maar, je hebt, je hebt een piek, uh, natuurlijk de climax, ja, en waar je waar de eindbattle ja. volgt. Ja. ja, en daarna volgt er een epiloog. En dat is altijd. Ja, voor ja, obvious reasons. Maar bijna klaar, ja. Nee, nou, dat is Jobakka. Fijn weekend gewenst. Oh, fijn. Holy shit. <laughs> Fijne week gewenst. Fijn weekend, uh, Schjobak. <laughs> ik zit alweer met mijn hoofd in de vrijdagmiddagborrel. Ja, gezellig man. Het is alleen maar goed. Dat, dat betekent dat je een goede mindset hebt wat dat betreft. Ik heb in ieder geval geen blauwe maandag mindset. Nee, dat, dat is heel belangrijk. Ben ik al zal? Ja, oh, daar kan ik niet op wachten. Dat, dat moet toch wel dit jaar komen, of niet? Ik heb hem nog niet gekeken. Gaat ik vind het de... echt oprecht de vetste tv-serie die ik ooit heb gezien. Um, een brief van Tomorrow. tomorrow gro onze grote vriend Tomorrow888. Tomorrow. Tomorrow. En die zegt... Yo game Kings? misschien is het een klein beetje gissen. Zou From Software ooit nog een Bloodborne 2 gaan ontwikkelen? Zoals we weten is FromSoftware erg druk bezig met de Elden Ring. Ik lees geregeld geruchten erover dat er ooit in de toekomst een Bloodborne 2 aangekondigd gaat worden. Nadat ik Bloodborne en de DLC ervan had uitgespeeld, dacht ik bij mezelf... moet er nog wel een Bloodborne 2 gaan komen, aangezien ik voor mezelf het verhaal wel afgesloten heb. Hoe denken jullie hierover? Wat, wat gaan die brieven leuk in elkaar over? Dit gaat over gesloten eindes. Ja. Uh, ik vind niet dat Bloodborne een deel 2 moet krijgen. Hoe geniaal die game is... Het, nee, die moet je echt nog even spelen. Jij zit over Sekiro, je zit over Demon's Souls. Je begint nu een beetje ik, een salser te worden. Nou, ik, be ik begrijp de appeal. Het is om een of andere reden als je die game speelt... een mm -hmm. uh, Demon's Souls, een Sekiro die ik nu heb gespeeld... het is next level of zo. De, ja. de intensiteit, en, en, maar ook de approach. En, en, je moet, het is omdenken ten opzichte van alle andere games die je daarvoor hebt gespeeld. Uh, het is gewoon stay the fuck away from greed en dan... Hoop je dat het goed komt? Nee, maar bijna elke game is hersenloos nee, shit doen. En dat zie je niet. Het is, je moet niet gretig zijn. En het is echt een kwestie van harde trial en error. Ja, yeah, error. -er. Error. Ja, nee. En uh, de satisfaction is dan zo uh, so fucking sick. Vet, hè. Toen ik Speermeneer yeah! San had uh, geklapt met die. Uh, yeah. Dat is niet eens een eindbas. Nee, dat is gewoon een minibos. Maar yeah. die was wel pittig. Ja, oké. Okay. <laughs> Weet je, en dat ik op een gegeven moment op zijn uh, landstrap. Pap, pap klaar. MIKIRIK houdt HEE! dat is zo fucking satisfying man. Maar vooral ook omdat om, om, om dat die window van timing, is ja. wel echt tijd hoor. En weet je wat dan het allerleukste is? Dan heb je die één keer gedaan en dan de volgende keer dat je hem tegenkomt, lukt het in één keer. Ja, ja, en het gaat steeds beter. Ik speel nu zelfs Jedi Fallen Order op Grandmaster Difficulty. Mm -hmm. Had ik me nooit kunnen voorstellen. Ja. Maar nu, omdat ik Demon's Souls die ervaring heb en een beetje Sekiro... Ja. Dan merk je hoeveel makkelijker Jedi Fallen Order is. Maar ook hoeveel leuker die game is wanneer je hem wel op Grandmaster... Ja, nee, ik, ik, ik heb sowieso vaak met dat soort games dat ik ze meteen moeilijk speel. Want dan, die uitdaging die voegt wel net even ja. een beetje... Toch voor mij in ieder geval een beetje extra immersie toe. Van, ik, dus je zit er meer in, je moet meer die strijd voelen van het personage en zo. Nou, het ding is... Ik denk dat ik hem gewoon altijd ga spelen op normaal. Mm -hmm. Zo heb ik Jada van Noorden gedaan. Simpelweg, ik wil het verhaal weten. Ik vind het ja. een heel vet verhaal. Ja. En um, ja, daar wil, ik, da, da, daar wil ik niet te lang over doen, zeg maar. Ja. Dus dan 25 uur heb je dan, denk ik, uitgespeeld. 25 uur of zoiets. Ja, 20 25 tot 30 25, uur. Ja. En um, dan heb ik het verhaal. Maar dan is juist die hele hoge moeilijkheidsgraad. Want dan gaat het puur om gameplay. Mm -hmm. Gewoon een uitstekende excuus om hem gewoon nog een keer te spelen, ja. En dan kan je al alle tijd nemen. Je weet al een beetje de movements van bepaalde characters en ja. enemies. Dus ja, nee, ik speel denk ik dan toch wel zo. Ik denk dat Hitman 3 daar ook een goed voorbeeld voor is. Maar daarover later meer. Kijk, en dan, dan, dan zie je maar. inderdaad ook wel wat Q zegt. Games die puur HP en damage omhoog schalen, zijn tergert op ho hoge difficulties. Ja. Eh, gewoon games die dat doen, of gewoon meer enemies. Ja, daar is niet goed over nagedacht. Maar het dat kan wel moeilijk zijn, maar ik vind is het leuk. Als enemies anders geplaatst zijn, of als je bijvoorbeeld ineens niet meer een save optie hebt. <g Pit> dat vind ik. Ik vond het met, met, met Fallout, jongen. Fallout, de, de, de survival mode. Het voelt ineens als fucking fallout. Weet je, het is niet zo van. Oh, hier is de wasteland en je, je loopt leuk met je pistol die pam die dood hebt. Uh, 40.000 ammo en je kan er weer tegenaan. Nee, het is echt gewoon van, oké. Okay, ik weet dat hij me. Oké, okay, je hebt ook gewoon dat geschaalde gebeuren van. Oké, okay, je, je neemt, ik weet niet hoeveel damage extra. Tegenstander neemt ook veel meer damage extra. Maar daardoor is het gewoon, oké, okay, raakt hij mij eerst, dan ga ik waarschijnlijk verliezen. En dan word ik echt gewoon makkelijk een half uur teruggezet. Ja. Tenzij ik ergens tussendoor heb geslagen. Maar er zijn dus stakes, weet je wel. Ja. En, en kijk, en de, de, dat is dan steaks. Um, en, en bij CQRO bij is dat meer satisfaction. En ik zie ook wel zeg maar mijn groei daarin. Want natuurlijk, het ging honderd keer beter dan de eerste keer dat ik fucking CQRO mm -hmm. ging spelen. Maar ook het gevoel dat ik daarbij nu had. Ik had nu de ogre verslagen, in de tweede keer geloof ik. En ik was gewoon niet happy. Want ja. ik had zoiets van, je hebt het niet goed gedaan. Ja, je hebt hem wel verslagen. Maar echt, je was weer te greedy. Je hebt weer te veel klappen ontvangen. En, en je, je, je gaat in één keer veel kritischer zijn ook op jezelf. Ja. Van, je had geduldiger moeten zijn, maar Je had deze enemy zo fucking makkelijk kunnen klappen. Hè. je hebt je weer laten verleiden door je oude uh, gameplay-principes mee te nemen. Ja. ja het is, dat is grappig als je bijvoorbeeld een, uh, een, een, een New Game Plus doet bij uh, Sekiro of bij een Dark Souls of wat dan ook. Dan merk je van... Je weet wat je moet doen. Dus het gaat eigenlijk makkelijker, terwijl de game moeilijker is. Ja. Daar, daar, dat is een interessante balans. En trouwens, het is niet RNG-based als, als ik dan de vijand eerder raak of hij mij. Nee, dat is gewoon een kwestie van richten. En dat is alles behalve random. Ja. Skill. Skill-based generator. Even kijken. Was dat hem? Dat was hem, ja, zeker. Jij mag die van Daroks doen. Daroks. Oh, dat is een lekker korte. Beste GameKings. Nu... hey Jappie doneert 10 euro. Thanks voor alle topcontent. Dankjewel, uh, jappie. Jappie, jappie, jappie. We Appreciate the support, man. Lekker, nah, man. Thanks. De volgende is van Drooks. Beste GameKings, dit is een korte, dit is een fijne, dit is een fijne korte. Nu Yubi ook Star Wars-games gaat maken. Komt er niet een wild groei en gaat de kwaliteit van de games er niet onder lijden? Leiden moet met IJ, Drooks, zo dat ik het zeg. Wat is jullie idee? Um, en, en maken is ook niet met de K. Oh, makken. Oeh. <laughs> <laughs> ja, daar las je heen. <laughs> Wat is jullie idee? Uh, nou ja, mijn idee is in ieder geval dat. Um, ik, ik probeer even. Ik probeer even Division te zien in. De uh, Division in het Star Wars-universum. En ik denk dat het best cool kan zijn. Mits Ubisoft. ...vele Ubisoft-principes dus loslaten. Ja, maar ben je... Ben je ...akkoord met best cool of wil je iets episch? Dat, 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 dat is mijn hele ding hierbij. Nou, maar dat, dat is dus het ding. Als ze, als ze hun eigen principes loslaten... ...kan het iets episch worden. Maar je weet, maar de, deze de, de, game gaat qua ontwikkeltijd... ...niet meer dan drie krijgen. Niet. Gewoon niet. Nee, dan, 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 ik, ik, ik ben ook bang... ...voor wildgroei in dit geval. Dan moet het gewoon een beetje onkruid, maar een oké game van oh ja lachen weet je koop uh, elementje erin die, uh... Uh, we hebben gewoon te veel games al van gezien en dat vind ik gewoon jammer en maar gaat de kwaliteit van de games niet onleiden. nee ik denk wel met deze nieuwe opzet van Disney en Lucasfilm Games die ten eerste nou betrokken is uh -huh. maar vooral je zit niet meer vast bij één uitgever dus nee. die hele monopoliepositie althans als je het zo kan noemen ja. die is gewoon weg dus als iemand nu een Star Wars game wil maken dat kan iedereen kan een fucking Star Wars game maken maar dan moet je met een hele goede pitch bij Disney komen. En misschien heeft Jubi dat gedaan. Hè? En ja. misschien gaan ze iets heel vets maken. Hoop... Alleen kijk ik naar de track record van Yubi... En hun, <laughs> en hun mentaliteit en de filosofie. Ja. Dan betwijfel ik dat. Nou, ik, ho ik hoop. En ik weet dat dat niet gaat gebeuren. Maar ik hoop dat, dat Lucas Games een soort van. Nintendo standaarden gaat doorvoeren van uh, quality control. Maar we weten wel dat ze het kunnen. Want ja. uh, Mario Plus Rabbit, uh, iemand haalde dat aan als voorbeeld. Heel, uh, heel anders dan wat ze deden en heel vet gedaan. Ja, en heel vet gedaan. En uh, South Park, uh, The Fractured Butt Hole. Ook een hele goede game. Mm -hmm. Maar besef wel, dat zijn games wel van een compleet andere scope. Ja. Uh, echt compleet mm -hmm. andere scope. Dus. Dat is voor mij niet genoeg om, 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 om overtuigd te raken, laat ik het zo no, zeggen. No, no, kijk, ik zeg de Division Star meets, plus meets Star Wars. Dat zou ik vet vinden. Maar dan moet er wel iets zijn wat het uniek maakt. Want het is, ik, ik zit niet te wachten op gewoon... Hey, ja, uh, maar, als je, nou, maar dat is letterlijk Ubisoft-denken. Maar daarom, van, daarom van, ben ik zo bang dat ze dat We pakken deze studio doen. en uh, nu noemen we het gewoon Ghost Recon. En je gaat exact hetzelfde doen met ja. andere wapens. Ja, we ja nee, uh, nee mortals was wel uh, leuk. Ook al deed het meer van hetzelfde, maar op een goede manier. Hm. Ja. Dus ja, uh, het, het kan eronder gaan leiden. Maar ik hoop echt dat, dat Lucas Games streng is met de, de quality control. Okay, mijn verschil is gewoon... Ubi maakt Watch Dogs, Rockstar hm. maakt GTA. Ja. Dat is het verschil. CD Projekt Red maakt een Witcher. Ubisoft maakt een Assassin's Creed. Ja, of... of je, ja, ja ja dat uh, is het verschil ja nee Ghost zeker. of Tsushima of Assassin's Creed Ghost alleen tenminste alleen al door de, door de door de sfeer gebeurt eigenlijk ook best wel veel van hetzelfde co maar... combat is veel beter ja daarom het is een interessante kwestie De Rooks. ja maar zullen ze eronder leiden met EA EI EA we gaan het zien next one is for you boy ja weer een uh, een zin per alinea is dat zo ja uh, Gamekings. Nee nee, nee 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 nee. Deze toch? Oh uh, oh ja ja sorry. Uh, van Max is deze. Beste Gamekings. Nu er al in twee Star Wars film-serie-afleveringen wel stellen niet. Gebruik is gemaakt van CGI om het jongere gezicht van bekende karakters terug te brengen. Verwachten jullie dat we in de toekomst misschien films gaan zien waarin de gezichten volledig met CGI zijn nagemaakt? Ja. 100 Dat is toch al? Uh, ja, want die, uh, die hoe heet het, uh, General... Uh... Uh, Graham of Tarkin. Uh, de Tarkin, inderdaad. De maar dit, maar volgens heen. mij doelt hij daar ook op. Maar dan, is, dan heb je je eigen vraag toch al beantwoord? Dat is er al. Maar gaan we het meer zien, denk je? Ja. Ik denk het wel. Normaal ja. bij langlopende, langlopende franchises. Nu dus. heeft het nog altijd iets van... Nou ja, helemaal het... al, uh, dat, uh, die ene serie die ik dan nou niet zal noemen, maar dat was gewoon een soort van goedkope facefilter... Uh... Nou, dat kan letterlijk je iPhone beter. Ja, ja dat sloeg nergens op. Nee. <laughs> en dan gewoon letterlijk, de volgende dag zag je al op YouTube mensen die gewoon op een zolderkamertje het beter hadden. Daar snap ik niks van. Maar oké, okay, ja. whatever. Het kan gebeuren. Nee, Maar nu ook al is het goed gedaan, bijvoorbeeld Graham of Tarkin. Ik vond het goed gedaan. Mm -hmm. uh, ja, maar ja. Een, jonge, uh, een jonge Tony Stark. Je, je, blijft, je blijft het, 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 het glimmende 3D-model zien. Ja, een jonge Tony Stark, uh, Kurt Russell. Heel erg goed gedaan trouwens, Kurt Russell. In, uh, maar die had de zonnebril op. Ik denk ja. dat dat heel erg uh, veel helpt. Ja. Maar jonge Kurt Russell in... Uh, in uh, hoe heet die? Guardians of the Galaxy. Dat is echt heel goed gedaan. Maar hij is, het voelt altijd nog, nog een beetje die uncanny het Voelt Het voelt plastic. Ja. Ja. Maar we gaan natuurlijk ooit op een punt komen... Um, dat het gewoon niet van echt te onderscheiden is. Want, Ik wil droge poriën zien. Ja, de, de, maar dat, dat zal ongetwijfeld al binnen vijf jaar zijn. Ja. En... Um, ja, de, de, tuurlijk gaat, uh, gaat er daar dan uh, gebruik uh, gemaakt van worden. En ik denk dat heel veel. Uh, kijk, daar is in het verleden natuurlijk geen rekening mee gehouden. Dus moet je deals gaan sluiten met, met de familie. Zoals mm -hmm. dat ook met de familie van Peter Cushing is gedaan. Ook in samenspraak met de familie van Carrie Fisher. Ja. Als, als mensen nu tekenen voor een Star Wars-film, weet ik 100% zeker. Dat er een clausule in staat. Dat mocht je te komen overlijden of wat dan ook. Hier is zo... CGI-versie. En niet dat dat het de garantie is dat jouw uh, CGI-gezicht uh, uh, gebruikt mag gaan worden. Of er gebruik gaat worden. Maar als ze willen, dat ze dat kunnen. En ja. dat ze dat niet meer hoeven uit te ondernemen. Denk je dat, het, dat er zelfs een soort van bij. Uh, wanneer die mensen een contract tekenen en gaan beginnen bij de studio. aan een langlopende serie, franchise, noem maar op. dat ze gewoon ingescand worden? Ja, er wordt een kopie van hun. 100%. Fysiek in zijn geheel. Wordt gewoon opgeslagen. Ja, dat denk ik wel. Achter slot en grendel gelegd. Ja, we zien het ook bij. bij... Gaat iemand er met je identiteit vandoor. Maar je hebt het over films. We zien het al bij games, toch? Ja, ja. Ik bedoel, kijk, uh, bekijk uh, Death Stranding. Nee, maar gewoon dat ze het hebben liggen. Ja, ja, dat snap ik. Maar ik bedoel, ja, ja. Die, die modellen. Ja. Die zijn al op super hoge resolutie. Zijn die al gescand? En die zijn gedownscaled voor de game. Omdat het niet sens maakt om zoveel pixels en polygonen te pushen. Mm -hmm. Maar. Uh, die mo modellen zijn er. Ja. Dus als we Next Gen Death Trending krijgen, bij wijze van, zouden ze exact. Die karakters gewoon opnieuw kunnen gebruiken zonder daar opnieuw gebruik van hoeven te maken van uh, de acteurs. Ja, en dan moet je ook in je clausule auteursrecht op je uiterlijk in die fake laten opnemen. Ja. Dat zou vet zijn. En heb jij, uh, heb je uh, Millie Bobby Brown gezien als Princess Leia? Nee. Iemand had dat uh, volgens mij in de, in de dingen What gegooid. You? Sebastian in de Stan als, als Luke Skywalker. Ja, maar ik dacht ook dat Sebastian Stan Luke Skywalker zou gaan zijn. Uh, ooit in de toekomst. Je weet het nooit. <laughs> en, Dodge the bullet. <laughs> en, uh, en Millie Bobby Brown, uh, die leek echt perfect als. Prinses Lea, man. Ja. En, en je weet, dat is gewoon door een hobbyist gemaakt. Niet ja. door een gigantische studio. Dus ik snap niet waarom, uh, waarom Disney. Ja, het half het lichaam de, van Tom ja. Dat dat door de kwaliteits- uh, quality, quality assurance is ge uh, gekomen van Disney. Dat snap ik niet. Mm -hmm. Ja, maar ja. Inderdaad, half lichaam van Tom nee, Ik zag echt, uh, echt uh, al, volgens mij waren maanden geleden geruchten dat Sebastian Stan Luke Skywalker ging, uh, ging spelen. Ja. ja. Ik zou, dus wie weet in de ik zou, toekomst. Ik zou, ik zou, ik zou het niet de... heel gek vinden. Sick. Laat ik het zo zeggen. Heb je liever een Sebastian Stan als Luke Skywalker? Als er ooit uh, nog films komen van Luke Skywalker. Mm -hmm. Of heb jij dan liever een gediepfakte nou ja, denk dat, Ik denk dat die, de, de solo film uh, misschien wel een voorbeeld van is. Ja. Hij leek aardig. Ik, ik heb er niet, niet aan gestoord. Ik heb er niet aan gestoord. Ik denk dat een, een Sebastian Stan die de rol best wel zou kunnen nelen. Maar de, dan heb ik liever een Sebastian Stan ja, zeker. dan een gedicht uh, menselijke Handel. voelen. Je wilt niet ja. ik, ik, voorlopig blijf je het in ieder geval nog zien dat iets uh, gefaked is. Uh, dus helemaal met die, die gezichtsuitdrukkingen. En dan zie je het is altijd heel leuk. Weet je? Dan zie je van die behind the scenes filmpjes dat zo. Allemaal van die gezichtsuitdrukkingen opnemen. En dat er zo'n 3D-render 3D daarnaast ook precies dat doet. en Zo Wow, dat ziet er vet uit. En dan kijk je de film. En dan blijven die fucking wenkbrauwen stil. En dan zitten zo zo'n beetje te praten. En dan zie je geen gezichtsuitdrukking. Ja. Ja, ik vind het raar. raar. Even kijken. JLM zegt Kozo, of Final Fantasy 14. Jullie spelen op de Phoenix server, toch? Ja. ja. Uh, en het is cosplay tussen PC en console. En ja. uh, ik speel altijd met, uh, met controller. Ik ook. Vind ik heerlijk. Dat is wat chill. De volgende is inderdaad. Alinea naar Alinea. Na Alinea. Um... Ja, dat zei ik. Erik. Hij heeft zelfs de E en dan Alinea en dan de R en dan Alinea en de I. En... Nee, dat niet. GameKings. Wel een lekkere korte trouwens. Een eenvoudige, toch belangrijke stelling. Daar komt hij. Quote. Je bent een bitch als je gebruik maakt van de Cronus Max slash Cronus Zen. Eens, oneens en waarom? Groet Erik. Redactie zegt... de Cronus Zen is a breakthrough device... founded on the rich legacy of Cronus Max... universally recognized as the world's definitive... Uh, definitive controller emulation and scripting technology. Zen moves that legacy forward... with a next generation state-of-the-art design... giving gamers the most powerful... video game controller conversion technology ever created... putting full control back in your hands. Oké, okay, wat is dit? Dit is een uh, apparaatje... Ja, nee, dat had ik, uh, dat had ik begrepen. Een breakthrough uh, apparaatje je, uh, ook. Controller scripting uh, kan aanpassen. Oké. Okay. Uh, is het zo dat je muis en toetsenbord kan gebruiken in games die dat eigenlijk niet ondersteunen? Dat we anti-recoil mod voor je controller, De, Ik denk inderdaad dat het zijn van die scripts dat je gewoon uh, makkelijker. Uh... Oké. Okay. Ja, dat soort shit. Eén Aim assist, één bot <laughs> die niet te traceren is. Dan ben je een hele vieze, smerige, slettig, sletterige bitch. Ja, ik, ik, ik zou niet eens weten waarom je, de, waarom je dat zou doen. Manipulatie. Maar ik bedoel, je speelt voor de lol, ja. ten eerste. En, en, en als je dat niet doet, competitief, dan speel je omdat je, omdat je, omdat je een gevoel van reward geeft. Mm -hmm. Nou, als je cheat, dan heb je die gevoel van reward toch niet? Je ja. kan toch niet trots op jezelf zijn dat je 50 headshots hebt gemaakt als je cheating software hebt gebruikt? Daarom. Nou ja, de redactie zegt je kunt alle controllers aansluiten op welke, controle, of op welke console dan ook. Dat is het goede waarvoor het gebruikt kan worden. Maar inderdaad, je kan scripts toevoegen en uh, al die shit. Dus... Ja, dan kun je, dan kun je de smeerlap uitgehangen. En eerlijk is eerlijk, als je dat doet... dan speel je inderdaad niet meer voor je lol... maar dan speel je om andermans lol weg te nemen. Maar kijk, ik moet zeggen ook... Een... cheaters is voor mensen die niet de moeite willen uh, doen om beter te worden. Maar, maar wat is dan de payoff? Dan, dan is het echt tijdverspilling. Kijk, als je speelt om beter te worden en je wordt beter... Dan heb je je tijd nog enigszins goed besteed. Want je bent ergens een skill beter in geworden. Ja. Als je cheat niet. Waarom, 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 waarom? Ik, ik snap het oprecht niet. Waar, waarom zou je dat doen? Kijk, ik kan, ik kan me voorstellen als je in een high-profile tournament gaat cheaten, want hey, dat, dat kan je heel veel geld opleveren. Mm. Maar fucking tegen amateurs? Why? En, als, en als, je wordt, als je wordt gepakt tijdens een toernooi, dan lach ik je uit in je gezicht. Dat je dat even weet. Ja, ik, 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 ja, ik snap er echt niks van. Ik nee. snap er echt niks van. Het is, het is, gewoon, het is gewoon jammer dat, dat dat soort mensen er zijn. Weet je, de buster ook, die gebruikt ook zo'n scripting. Ik zie hem, ik zie de buster. Ja, hij pakt wel, wel te veel. Of en, people, en als ik de buster ineens kills maken, zo, dan denk ik van, hmm, hier gebeurt iets. Ja hoor, Leeuwardse scripting. Ja, ja, maar een script dat is honderd procent cheaten, de, bedoel, de, de, dat, daar hoeven we niet eens een discussie over te voeren, uh, denk ik. en dus. Een uh, anti-recoil uh, anti -re script, <laughs> sorry hoor, maar wat voor fucking pussy ben je dan? Leer gewoon die fucking game te spelen. Ja, ja. ja nee, ja, ik, ik snap daar niks van. Allemaal smeerlappen zijn het gewoon. Yep. Uh, ik denk dat dat hem uh, was. Uh, Koosemans. ja, we zijn bij een einde zijn Er Zijn er nog al... dingen waar jij over wil uh, praten? Nou, dus uh, moet je je hart luchten? Ik, uh, nee, <laughs> ik ben best wel blij. Ik ben gewoon blij. het, oh, het heeft gesneeuwd dit weekend. Eén dag, ja, en het was Gaat uh, het. Ik vind het geweldig. Ik hou van sneeuw, maar dat moet wel mee te vallen ongeveer. Ik haat het. We zitten in lockdown. Iedereen zit thuis. Dus wat gebeurt er dan? Je zit al thuis en je mag de deur echt niet meer uit, omdat de fucking veel sneeuw ligt. Hoop je dan. Ik vind sneeuw, dus sneeuw alleen leuk. Als er veel ligt. Sneeuwballetje gooien. Alma's op straat. Nee, Bam. Echt verschrikkelijk. Oh nee, dat zat kids tegen mijn raam aan te gooien om drie uur s'nachts. Ja, duh, die <laughs> weet dat jij er woont. Nou, ik, ik zat nog, uh, ik zat een film of serie te kijken of zo. Dat was na, uh, na de 12 uur stream. Ja. Want, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als je net hebt gestreamd. Ik kan niet gelijk slapen. Dat, dat kan niet. Gewoon door, door de lamp en de adrenaline van games spelen of zo, kan ik niet slapen. Dus ja. ik moet altijd even unwinden. Dus ik had mijn lamp aan en in één keer, ik zit tv te kijken. GONK! Echt, kei, echt keiharde bal. Ik schrok me dood, jongen. Nog langer wakker. Jezus, fuck ja, ja, echt maar hard. Ging... En dan gewoon pakken, en teruggooien. Ja, en dan, dan een eentje, dan, dan, doe je dan, dan kan die vanaf drie hoog. Hè? Van eentje doe je een steen in. Boem. Nee, kijk, ik, ik zag het ook niet. Kijk, het ding is, als je zo'n sneeuwbal gooit. Ik keek gelijk even uit de rouw natuurlijk. Kijk, als, je, als ik, als ik zo'n kiddo was, dan mm -hmm. ga je toch beneden staan. Ga je. Ah, sukkel! Ik bedoel alsof iemand naar beneden kan, kan ja. rennen om je, om je te pakken. Maar ze waren echt gelijk pleit ook. Gaan. Ja, dus ja. Ah, ja. Fucking pussies. En hey, wat vinden jullie van, uh, van cheaten van de game? Cheesen, zoals in Destiny. Ik vind daar niets aan, maar minder erg dan PvP. Ja, maar cheaten, je, benade... je ja, 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 maar cheaten, je benadeelt iemand. Bij ja. cheezen, je benadeelt niemand. Je benadelt mogelijk je eigen ervaring. Omdat je het gewoon minder uh, spannend maakt. Ja, maar je benadeelt verder niemand met, met chezen. Dus mm -hmm. daar, nee, daar heb ik weinig moeite mee. En ja en juist dan, soms, cheese. Is, soms is het chezen dan zelfs al een uitdaging op zich. Action brother, cheesen. Cheesen betekent dat je eigenlijk een hele makkelijke manier vindt om uh, bepaalde levels door te komen. Maar niet zoals bedoeld is door, de, door ja. de ontwikkelaar. Dus jij schuilt precies bij een stukje muur waar ze geen rekening mee hadden gehouden, waar de, waar de vijand niet langs kan schieten, dat soort dingen. En dat jij vanaf daar wel kan schieten op de bos of wat dan ook, of op een bepaalde manier heel erg uh, veel damage kunnen doen. Inderdaad, game mechanics exploiten. Speedruns doen dat inderdaad ook. Maar dat is ik vind dat ook zo'n kunst heb je dat gezien die, uh, die Mario Kart uh, wereldrecord op de Rainbow Road nee. van de Wii nee. uh, er is dus een gast die is al een paar jaar bezig ja. geweest die hebt zeg maar uh, je hebt van die assisted speedruns dat ze gebruik maken van een extra dingetje ook zoals zo'n promo ding waarschijnlijk en je hebt van de unassisted en hij heeft het dus unassisted heeft die en het zag er zo weer uit want je maakt dus bij de start doe je een een rocket boost dan draai je om op de rand van, van die baan, die dus gewoon ook al geen, geen muurtje heeft. En dan, in plaats van dat die boost naar beneden, dat je heel snel gaat. Boost hij dus terug omhoog. Springt hij naar het einde van, van, van die track. En vanaf daar maakt hij hem gauw af. En het was dus een wereldrecord. Ik vond het zo fucking vet gedaan. Hè. Dat vind ik zo leuk. Maar iedereen kan dat dus doen, weet je wel? Nou. Nee, maar ik bedoel, als je wil, je kan dat oefenen. En weet je je kiest ja. hem keihard. Maar dat, dat is een uitdaging. Ja. Dus maar hij is daar dus echt jaren mee bezig geweest. Ja, Ik snap niet waarom, zel, snap niet waarom mij, je daar die tijd in zou steken. Volgens mij waren maar. het iets van 10.000 of 11.000 runs die ervoor nodig waren om, uh, om dat uh, te kleren of om dat te fixen. Is een Benjo Kazooie speedrun niks voor Eh, uh, Nee, want ik blijf dat een game vinden die je gewoon moet spelen. Ja, nee, maar los daarvan. Is daar een link je, van? Je, je, kan, je kan niet even nee, een game speedrunnen. Mm -hmm. Het is een fuck. Daar dat moet, moet je echt honderden uren in stoppen om, om, om dat ja. te doen. Ja. Uh, ik zou, ik zou even googlen naar uh, Mario Kart Rainbow Road World Record. En dan waarschijnlijk staat hij bij de meest recente dingetjes. je die wel uh, voorbij komen? Ja. Jarenlang oefenen voor een 20-seconde wereldrecord. Ja, inderdaad. Ik vind, het, ik vind het insane. Dat is. Kijk, weet je, je kan zeggen van iemand die een aantal uur. Loopt de bouw aan iets in Planet Zoo. Dat is al commitment. Maar dat is commitment. Voor een stukje van 20 seconden ben je gewoon... Maar ik, 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 snap, het op, ik snap het mensen. oprecht niet. Het, waarom zou je zoveel tijd daarin investeren? Ik, ik snap het oprecht niet. Ik vind het wel heel knap. En ik vind het heel vet om te zien. Daarom. Maar, ja, ik snap, in dat opzicht snap ik het ook niet één. Maar ik vind het gruwelijk dat het gedaan is. Zo. Maar vooral omdat je, 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 ont, on, je ontzegt jezelf van zoveel nieuwe game ervaringen. Ja. Maar oké. Ieder zijn ding natuurlijk. Ik heb Black like Dragon nog niet uit. Nee, zeker niet. Hoeveel dat je uh, heb je erin dat zijn, een je, veertig. Maar ik heb, uh, want ik ben ook opnieuw begonnen voor na de review, zeg maar, voor de stream. Waarin, uh, ik, dat, is mijn, dat is mijn grote vloek. De beste games leg ik drie kwart van de game leg ik die weg. Ineens. Omdat ik oh, dan je? ineens, ja, weet ik niet. Zo zonde. En dan ineens een half jaar later begint ze weer te spelen. Zo zonde. Je manier... wordt er emotioneel van. Ja. Zie ik. <laughs> nee, op die manier heb ik de allerlaatste missie in Red Dead ook nog steeds niet gedaan. Oh, niet zeggen wat er gebeurt. Want ik ben hem nu op per se... Je bent een soort van jellen. Ik ben, ben hem nu op per se aan het spelen. Allemaal. Ja, oké, okay, maar je bent een soort van jellen. Ja, ja. die, die, die weigert ook de laatste aflevering van Breaking Bad te kijken. Het niet willen afsluiten, inderdaad. Ja, maar ja. Weet je, Better to have Love. loved and lost. they're love not lost. loved at all. But it is love all the way, and the love is still there, but nee, it is no closure yet. Nee, Maar zonder een climax. Je ja. kan ook geen love zonder climax hebben, hè? Ik ben van het open einde op dit moment. Mm, nee, nee, ik... Verlatingsangst. Nee, maar, het, nee, maar ik, ik... Ja, dat zou een leuke verklaring zijn, maar eerlijk, ik ben dan ergens anders mee bezig en ik kan echt maar op één game tegelijk focussen. En dan is het gewoon van poets, één of andere dag. Cyberpunk ook, Eén of de andere dag ging ik weer Planet Zoo spelen. Waarom de fuck zou je ineens Planet Zoo gaan spelen als je Cyberpunk kan spelen? Heb je hem ook niet uitgespeeld? Nee. Oh, oh, oh. Kijk, neuk zonder orgasme. Uh, ja. zo, zo voelt het voor mij als je dat dan doet inderdaad. Ja. Maar in die broodvrouw die, maar die wat, dat wel no, maar, je. Het ding is, je, je hebt al die uren erin gestopt ja. en je hebt niet de payoff. Nee, de payoff is gewoon het plezier die ik al die uren al heb beleefd ja, maar dat verdient de kerst op de taart. ja, die komen nog en dan al die kersten komen dan meestal tegelijkertijd, want dan speel ik ineens vier games achter elkaar ja, in maar dan, in de week, maar dan, dan is zeg maar de, de, de journey daar naartoe is al een beetje verwaterd. omdat je zoveel andere ervaringen er doorheen Zeker hebt gedaan. Niet, Zeker. ook heb bij mij wel. dus, uh, maar oké. Okay. het is één lange journey en die journey die blijft nu nog in mijn hoofd hangen. het is nog niet afgesloten. vet man. plan zo wat betere vis. Ja, ik, ik ik zou 100 nog oneindig door willen gaan met met Death Stranding. Mm -hmm. Maar dit einde had ik voor geen goud willen missen. Echt voor geen goud. Dus dat. Maar ik ben hem nu, ik ben nu Red Dead een beetje op uh, per se aan het doen. Heel af en toe even een missietje, dingetje, weet je wel. En dan, uh, dan ga ik niet die game uitwonen. Maar, ja, want jij bent juist, de eerste keer speel je alleen de main quest. En de ja. keer daarna ga je juist ook de side quest doen. Ik ben juist andersom. De eerste keer doe ik alles. Maar, en de tweede keer uh, ga ik er doorheen. Maar de reden daarvoor is gewoon simpelweg omdat ik, te grote backlog heb mm -hmm. en ik heb nog te veel games die ik echt een keertje wil ervaren. Ja, de, yep. dan moet je soms keuze maken. Ga je de side quest doen ja of nee? Ja. Uh, Salty Sterna, is Red Dead op PC het waard als je hem al op PlayStation 4 hebt gespeeld? Dat ligt er een beetje aan. Wat voor hardware jij hebt? Heb jij echt een PC dat je denkt van nou, dit zou wel eens een leuke, mooie ervaring kunnen worden? Nee, zelfs met mijn GTX 1080 uh, was de ervaring echt veel beter dan de PlayStation true, 4. True, true. Uh, maar ik moet zeggen, doordat hij er echt nu bij mij op max uitziet, dan is het ineens gewoon. Okay, dit ik is denk Red ik, Dead 3. Ik denk, oh ja, ik denk nog steeds wel. En natuurlijk, die engine is met, met, met toekomstige hardware in gedachten, is die, is die opgezet. Mm -hmm. Ik denk dat Red Dead Redemption voor mij persoonlijk, grafisch gezien, de mooiste, de mooiste game is. Op dit moment nog steeds, het 2021. Ik zat online te spelen, Red Dead Online, voor ja. mijn Xbox Series X. Want ja. Hij was 5 euro of zo. Dus ik denk, oh fuck it. Ik lap het wel even en check helemaal voor wat is. Het ziet er insane uit. En die is wel 30 frames per seconde. Ja. Maar 4K, HDR, HDR hebben ze eigenlijk een beetje gefixt in die game nu. Dus het ziet ja. er nu eindelijk ook uh, wat, wat beter uit. Ja. Die wereld ziet er zo ongelooflijk uit. Met, 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 met de konijntjes die voorbij komen huppelen. en oh, fauna. Want het, ja. maar het is juist singleplay. Dan heb je nog meer leven. Dan de... Ja, zeker. Maar ik bedoel, het is zo mooi, man. Ik zat ja. alleen maar screenshots te maken. Ja, ja. Ik zat ja. alleen maar screenshots te maken. Er zit geen raytracing in Red Dead 2. Maar, ja, maar de, de het ook screen, screen, screen space reflections zijn uh, werk goed genoeg, hoor. Ja. Vooral de Red Dead 2 heeft hele zware volumetric fog en volumetric lighting. Ja. En als ze dan door die boom heen komt. en je hebt een beetje goede hardware. Dan, helemaal dan. En, en je gaat lekker 60 frames per seconde. Dan, kwa, ja, op PC ziet hij er echt nog. Want ondanks. kijk, dat is dus Red Dead Redemption Online. Uh, op, op Xbox Series X. Mm het -hmm. is nog steeds de console versie ja. met settings lager dan je überhaupt kan instellen op PC. Ja. Dus ja, die, 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 die lage instellingen bestaan niet eens op PC. Dus nee. de PC-versie is nog geen zoveel mooier dan dat. Ja, ja nee, ik, uh, ik, ik ben. Uh, ja zo lekker ver weg. Ik ga weer met deze 2 bezig. <laughs> ja, nee, zo ja. Gaat het. Zo ik, gaat het echt. Het kan in een dag, kan het helemaal anders zijn. Maar me. ik moet zeggen, het zijn wel games. Zo ook Death Stranding en Red Dead Redemption. Gewoon uh, als, als als de main game erop zit, dan is het ook niet meer leuk. Bijvoorbeeld, ik ging nee. Cyberpunk DLC spelen van Death Stranding. Maar zeg maar, dat hele gewicht van het verhaal en de context, die deed er niet meer toe. En nu nee. snap ik, dan heb ik wel zoiets van: ja, dit is wat mensen kut vinden aan de game. En dit is waarom mensen zeggen: dat is een post-NL simulator. Want als je niet dat verhaal meerekent en het verhaal al hebt afgesloten. En je bent alleen maar dat aan het doen. Ja, dan is het ook dat. Ja. En met Red Dead Online. Ja ik, heb, ja, ik heb zoiets van: je bent een anoniem persoon. Want je praat letterlijk niet. Ja. Want het is gewoon je avatar. En vervolgens stort. De immersie van die games stort wel in. Dus, maar, da maar daarom ben ik juist van de sidequest... terwijl de main-quest nog niet afgelopen is. Want anders heb ik het gevoel van: oké, okay, ik heb het gedaan, het is afgesloten. en nu ben ik echt sidequest aan het doen. in plaats van iets wat. ja, nee, dat snap ik. maar ik bedoel meer van dat die ervaring van Red Dead Redemption. Online zoveel minder is dan gewoon Red Dead. Red Dead. Oh ja, ja, dat sowieso. Bijna niet te vergelijken. Het voelt bijna een hollow shell. Ja. Van wat. Maar dat is altijd al geweest. Ja. Ja, ja, maar het trekt me daarom niet. Dus ik daarom snap ook niet wel met ze is. Red Dead Online heeft heists nodig. Dat maakt het tenminste nog leuk om online samen te spelen. Volgens mij komt dat er wel een soort van aan, toch? Maar nu, ik, ik, ik deed, oké, okay, nou laat. Ik kreeg volgens mij een uitnodiging of zo. Of uh, mm -hmm. er begint nu een match. Start. Oké. Okay. Kwam ik in de lobby. Nou, dat doet ten eerste al tegenlang. lang. Vervolgens ja. maak foto's van dieren in de omgeving. Ja. En dan zat je met z'n allen te rennen door die map om foto's te maken. Van, ja. Dit is niet bij Dead Redemption. Dit is nee. niet waarom ik fucking in deze wereld zit om foto's te maken. Nee, precies. Ja, fucking. Nee, up. maar het, het, het kan wel. Ik heb een tijdje met een paar maat gespeeld. En dan, dan is het wel. Uh, dat is lachen. Maar. Dan, je hebt niet echt het gevoel alsof je ergens naartoe bouwt. En dat is ook een de reden dat ik op een gegeven moment met, met GTA was gestopt. Het was een heel raar moment. Ik speelde samen met een vriend. En, en van de ene op de andere dag, toch? Nee, ja, maar het was gewoon. We waren letterlijk bezig met een missie. En, en we reden in die auto. En ik zei ineens van. Oké, okay, en dan hebben we deze missie straks gedaan? Dan krijgen we geld. Waar de fuck zijn we dit voor aan het doen? Ja. Hij zei: Ja, ik weet het ook niet. Oké, okay, stoppen nu. Weggelegd. Nooit, ja, de, die meer, nooit re, meer. Ja, die realisatie is maakt het kapot. Ja, jongen. Ja. Oh. ja, I know. Red Dead Online heeft dat ook een beetje. Behalve dat ik het gewoon vet vind om in die wereld te zijn. En helemaal als je dan een beetje samen naast elkaar op je paard. Weet je, en dan zeg Weet je, ah, een fuck het gewoon een beetje. Ja, gewoon een beetje vissen. Vind ik gewoon leuk. Alleen er moet iets meer. Nee, een drijfveer moet iets meer een drijfveer achter zitten, anders dan alleen maar levelen. De Dutch and Gang en shit, ik mis dat allemaal. Dat, dat, hm. dat is er allemaal niet. Het ja. zijn allemaal watered-down versions van, van, van de main game. Ja. Het zou tof zijn als je een huis kan kopen ergens in de weg. Ja, inderdaad. Dat soort dingen. Maar de, 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 ook dan, als je dat hebt, dan moet je wel ergens naartoe kunnen bouwen ermee. Dus ja, ja. het is 1 uh, uur geweest. Ja, laten we afsluiten. Sluit hem af. Lieve mensen, lieve kinderen, lieve liefhebbers van onze favoriete hobby alle tijden, namelijk games. Dat was hem weer voor vandaag. We gaan natuurlijk gewoon een beetje opnemen. Hè? Je weet het, Hitman, reviews zit eraan te komen. Er zitten andere dingen aan te komen. Het is een redelijk karige januari, maar dat neemt niet weg dat we gewoon er het beste van gaan maken. En ik wens jullie een hele fijne week. Woensdag zijn we er weer met uit woensdag ik dacht het niet zegt dat goed dacht het niet nou ik dacht ik, het uh, niet. Zal ik even snel kijken ik ja, ga nu ik ga nu live kijken ja want ik wil niet uh, uh. ik wil niet uh, verkeerde informatie uh. geven woensdag nee geen ultra woensdag maar, maar wel, wel een goede vrijdag met Ghost en skate nee skating jelle skate in jelle dus uh, we zien jullie later deze week je ziet de items voor nu geniet van je dag Maak er een goede maandag van. Geen blauwe maandag van. En dan zien we jullie snel weer. ookie. Later.